In China gebeuren de gekste dingen. En veel komt nooit naar buiten, maar deze Chinese man komt wel naar buiten en is of heel erg dronken of heel erg moe. Hij besluit er midden op de straat bij te gaan liggen, met als gevolg dat hij wordt overreden. Hij komt er met lichte verwondingen vanaf, maar heeft sinds de video viraal ging nog veel meer over zich heen gekregen. Welkom bij De Vijf. Deze week kijken we naar de aantrekkingskracht die mensen lijken te hebben op voertuigen. Of is het andersom? We zien een aantal bizarre situaties die niet voor iedereen even goed aflopen. We beginnen op de snelweg ergens in Australië. De reflexen van deze chauffeur worden flink getest. En nee, er springt geen kangoeroe de weg op. Wow. Shit! Ja, kwam hij bijna down under die auto terecht. Snel door naar een ander land dat zich misschien wel hoefleverancier van dit programma mag noemen, Rusland. De hoofdpersoon in deze video wil de bus halen, alleen is de bushalte aan de overkant van de straat. Of zij een glaasje te veel op had, zullen we nooit weten. Ja, dat was voor haar bijna de laatste halte. Gelukkig leek de bestuurder van het busje in ieder geval geen drank op te hebben. Door naar de boezemvrienden van de Russen. De Amerikanen. En deze geflipte gast is waarschijnlijk zo vaak in zijn leven tegen een muur aangelopen dat hij dacht, hé, daar moet ik iets mee doen. De arme bestuurder ging er helemaal onderdoor, zag je dat? Gelukkig liep het voor iedereen goed af en dat geldt niet helemaal voor onze volgende brokkenpiloot. We zijn weer terug in Azië en dit keer voor een mooie verdwijntruc als een bestuurder van een scooter en een vrachtwagen elkaar over het hoofd zien. Of iets met een dode hoek. Hij kwam er met lichte verwondingen vanaf. De scooter kon naar de sloop. Goed, we hebben mensen zien rollen, lopen, rennen en rijden, maar we hebben nog geen fiets gezien. En dat geldt ook voor de bestuurder van de auto in de laatste video, als twee figuren zich ergens in Turkije van een heuvel naar beneden storten. De bestuurder van de fiets komt onder de auto terecht, maar overleeft het omdat de auto precies op het juiste moment stopt. Stopt de auto iets later, is hij hartstikke dood. En wij stoppen ook op het juiste moment en zijn er volgende week weer. Dank voor het kijken. Doei!